Ja, prachtig. Dus moment, daar leef je jaren naartoe. Je heb je jaren voor in de jeugdopleiding gezeten. En dat dat dan afgelopen weekend beloond wordt met een debuut bij VVV uit, dat is een prachtig moment. Matus Bero maakt plaats. 19 jaar jong, vroeg. 3 jaar in de opleiding bij Willem II gezeten. Dit is zijn 4e jaar als Vitesse-speler. Nu dus zijn debuut in de Eredivisie. Ja, maar hij is altijd gezegd, je moet geduld houden en altijd gewoon je voeten laten spreken en vooral keihard blijven werken. En ik denk dat ik dat ook vooral gedaan heb. En tuurlijk is het niet altijd even makkelijk, want natuurlijk wil je zo snel mogelijk je debuut maken. Maar ik zeg altijd, wanneer de tijd er rijper is, zal het gebeuren. En dat was afgelopen zaterdag. Ik denk vooral mijn ouders, die staan altijd achter me en die helpen me, stimuleren me om gewoon door te gaan. En dat is gewoon, daar ben ik gewoon heel erg blij mee. En dat heeft er wel toe geleid dat ik zo ver ben gekomen en nu uiteindelijk mijn debuut heb mogen maken. Dus daar ben ik ze heel erg dankbaar voor. En waarschijnlijk heb je ze na de wedstrijd ook gelijk gesproken. Hoe reageerden ze? Ja, heel trots vooral, heel trots. En daar doe je het zelf natuurlijk ook voor. Dus dat is heel mooi om dan die gezichten zo te zien. En daar word ik zelf ook heel blij van. Mooi toch? Mooi toch? Het doel was mijn debuut en nu moet ik meer minuten gaan maken. Dat is nu het doel. En hopelijk ooit vast basisspeler van het eerste worden. Dus daar ga ik alles aan doen en keihard voor werken. Kan je een beetje uitleggen hoe jouw weg hier naartoe is gegaan? Welk pad jij hebt bewandeld? Ik denk niet dat ik een speler ben die echt hele grote stappen in één keer heb gemaakt. Altijd stapje voor stapje, stapjes omhoog ben gegaan. En ieder jaar wel gewoon me laten zien en goed laten zien. En eigenlijk vanaf dit seizoen zit ik er echt definitief bij. Dus dat is heel mooi. En dit weekend mijn debuut, dus dat is heel mooi. Je bent ook al wat langer bij Vitesse. Veel jongens waarmee jij hebt gespeeld of waarmee je nog steeds speelt, die stonden natuurlijk al op de wand. Vriendschappen opgebouwd, denk ik. Hoe is het dat je daar nu zelf dan ook tussen staat? Ja, hartstikke mooi. In de B1 had ik al met Thomas Buiting gezeten. Eigenlijk heel de jeugdopleiding doorlopen. Bij hem is het iets sneller gegaan dan bij mij. En verder heb ik een goede band met Jeroen Houwe en met Julian Lelieveld. Dus als je daar je naam tussen mag plakken, dat is ook erg leuk, denk ik. Je hebt een plekje op de wand zelf uitgekozen, naast Julian Kaloor. Waarom precies? Nou, hij woont bij mij in de buurt en ik heb ook wel eens met hem meegereden naar Vitesse, dus ik ken hem al wat langer. Ik heb ook techniek training bij zijn vader gevolgd vroeger, dus dat, ik denk als ik dan een speciaal plekje moet doen, dan is het naast Julian, dus erg leuk denk ik.